Buurtbewoners van de Atlasstraat hebben een manier gevonden om samen de criminaliteit te bestrijden. Ze hebben een plattegrond ontwikkeld met de belangrijkste nummers van zowel de politie, de brandweer, spoedeisende hulp als de buurtwacht. Daarnaast staan ook de nummers van enkele ondernemers erop. De bedoeling is dat hiermee het contact met elkaar wordt versterkt, zodat ook kordaat kan worden opgetreden bij het zien van verdachte gevallen. Het initiatief komt van de winkeliers en ondernemersvereniging Suriname onder leiding van Anwar Mune. Gisteren zijn de eerste plattegronden uitgedeeld in het bijzijn van districtscommissaris Mike Nerkust en parlementariër Stefan Sang. De minister van Justitie en Politie ad interim, Ferdinand Welzijn, was ook aanwezig bij dit moment. Hij prees het initiatief van de buurtbewoners en hoopt dat andere buurten het overnemen. Het is een initiatief van de burgers zelf. Het gaat om preventieve criminaliteit. De burgers kunnen een belangrijke bijdrage leveren door met elkaar samen te werken, door met elkaar te communiceren in hun eigen buurt, in hun eigen wijk, om het gevoel van veiligheid te verbeteren. En dit is een prachtig initiatief. Het is een initiatief tussen de burger, de mensen in de omgeving en de ondernemers. Die combineren hun krachten. En die zullen dus de buurtveiligheid op een hoger niveau brengen. De vrees, de angst die bij mensen in buurten leeft over de toenemende criminaliteit, zal zichtbaar afnemen als wij als burgers beter voor elkaars belangen waken. Hoe meer buurten zich versterken, hoe beter de criminaliteit kan worden bestreden, is de mening van de minister. Volgens hem past dit initiatief helemaal in het veiligheidsplan van Juspol. Met dit initiatief, welke het ministerie van Justitie en Politie ondersteunt, maar ook welke door de ondernemers wordt ondersteund, daar proberen we dus op een gegeven moment te zeggen, luister, het moet beter gaan voor ons allemaal. Wat voor veiligheidsplan komt er vanuit het ministerie zelf? Nou, dit is uitvoering van het veiligheidsplan. De buurt, de omgeving moet in de primair zorgen voor hun eigen veiligheid. En wat kun je doen als door de burgers bij elkaar te brengen? Dat is onderdeel van het veiligheidsplan. Omdat in de praktijk is gebleken dat het haast onmogelijk is om zonder medewerking, zonder ondersteuning van de buurtbewoners onderling samen, zonder die ondersteuning kun je nog zoveel middelen, nog zoveel materieel stoppen in de veiligheid. Het zal toch wel zijn doel niet echt raken, zolang de mensen niet met elkaar samenwerken. Minister Ferdinand Welzijn ad interim Justitie en Politie gisteren tijdens de bijeenkomst van de buurtbewoners van de Atlasstraat. De winkeliers- en ondernemersvereniging Suriname wil zelf een bijdrage leveren aan de bestrijding van criminaliteit. Dit gaat ze doen door het contact met de buurt nauw te onderhouden, zodat op tijd kan worden ingespeeld op verdachte handelingen.